Yes mensen, welkom bij echt een hele goede video vandaag. Ik geef het vast toe, dit wordt echt een hele goede video. Hier gaan jullie echt heel veel aan hebben. Het is een video waarin ik jullie ga uitleggen hoe jij het goedkoopste straks FIFA 20 kan krijgen. Echt profiteert van heel veel voordelen. En je kan straks nog via mij ook nog eens goedkopere FIFA coins kopen. Dus FIFA 20 coins straks met een lichte korting. Maar goed, korting is korting, dus wie wil dat nou niet? In ieder geval, ik ga je in deze video laten zien hoe jij het goedkoopste FIFA 20 aan kan schaffen. En een geniale tip die je eigenlijk bij elke game straks kan gebruiken als je hem gaat aanschaffen. Doe alvast even een duimpje omhoog voor deze video. Abonneer op mijn kanaal jongens, bijna 57.000 abonnees alweer. En we gaan straks echt door naar 60, 70, 80.000 abonnees. Ik ga ervoor, ik voel het gewoon. Het gaat dit jaar gebeuren. Bijna FIFA 20, volgende week donderdag kan je het dus al spelen. Maar dat leg ik je straks even allemaal rustig uit. Ik ga straks dus 5 stappen met jullie doornemen. 5 stappen die ik sowieso ga doen. Maar daarom leg ik het aan jullie uit hoe het werkt. Want ja, je gaat er echt van profiteren. Punt 1 is, koop EA Access aanstaande woensdag voor 1 maand. Wat is EA Access? EA Access verleent jou de mogelijkheid om eigenlijk een spel wat uitkomt door EA vroegtijdig te spelen voor 10 uur. Heel veel mensen zeggen dat het 8 uur is. Voorgaande jaar was het 10 uur, maar inderdaad, het is echt 10 uur. Kijk nu het screenshot in beeld van EA Help. Het is 10 uur, geen 8 uur. Dus al die faaltjes met 8 uur kloppen niet. Je kan dus vanaf donderdag 10 uur lang tot en met de release 24 september FIFA 20 spelen. Betaal je eenmalig 4 euro. Het voordeel dus van EA Access is dat jij vroegtijdig FIFA 20 kan spelen voor 10 uur. En je betaalt daarvoor 4 euro. Maar dat is niet het enige. Ik laat je straks ook zien wat het nog meer doet. Ik laat je heel even zien in het menu hoe jij EA Access kan kopen. Je typt bovenin in de zoekbalk EA Access. Heel simpel. Gaat naar het abonnement van 1 maand. Je abonneert en je voert je gegevens in. Wat ik je wel gelijk kan aanraden is, dus als jij het even 1 maand wilt proberen, doe het gewoon voor 1 maand. Ik denk dat EA Access namelijk niet voor een heel jaar gunstig is, 25 euro. Doe het gewoon 1 keer voor 4 euro. Misschien straks als je nog een keer geld wilt uitgeven aan packs of wat dan ook, nog een keer 4 euro. Want het levert dus niet alleen voordeel in dat je een game eerder kan kopen, maar het geeft je ook korting 10% op de aanschaf van FIFA en op de punten. Maar daar kom ik straks op terug. Op deze manier kan je trouwens EA Access na 1 maand opzeggen. Je gaat naar instellingen, accountbeheer, accountgegevens. Vervolgens ga je naar onder naar je PlayStation abonnementen. En als het goed is zie ik daar 2 abonnementen. Dat is dus mijn PlayStation Plus. Die heb ik dus ook niet op auto-renew. En ik heb EA Access net al op uitschakelen gezet. Dus als het goed is staat hier uitschakelen bij jou. Zodat jij dus je abonnement voor eenmalig kan gebruiken. En als je het ooit weer wilt gebruiken kan je het hier inschakelen. En dat geldt ook dus bij je PlayStation Plus. Goed, dat was dus punt 1. EA Access. Ik heb het volgens mij wel duidelijk gemaakt dus wat het is. Als je daar nog vragen voor hebt, laat het even weten. Ik probeer erop te reageren. Nu door naar punt 2. Punt 2 is, koop FIFA 20 dus online met korting. Doordat je EA Access hebt, krijg je 10% korting op de aanschaf van FIFA 20. Doordat jij online FIFA 20 koopt, staat hij dus ook gelijk in de store met een streep er doorheen. Normaal 100 euro voor de duurste versie, nu 90. Die andere versie kost 90, zie je dus met een streep 81. En de goedkoopste zie je dus 70 euro is die normaal met een streep er doorheen 63. Even uit mijn hoofd gerekend. Je betaalt dus 63 euro dan voor de goedkoopste FIFA. Ik heb even net voor 4 euro EA Access gekocht. En als het goed is, ga je dus straks de korting ook gelijk zien op het moment dat jij een spel wilt kopen van EA. Deze kost dus 100 euro. Als het goed is moet deze 90 euro zijn. Kijk, dat zie je ook hier onderin 90 euro. Dat is bij alle 3 de versies. Ze zijn dus met 10% korting. En het werkt gelijk. En je kan dus ook vanaf volgende week donderdag gelijk FIFA 20 hiermee starten. Even als voorbeeld zit ik nu in FIFA 19. Omdat ik dus net EA Access heb gekocht normaal. Krijg ik dus ook korting 10% op de packs. En dat zie je dus ook hier. Normaal zou deze 12.000 groene FIFA punten, zoals ik het zo mooi noemde in mijn vorige video's. Dus 100 euro zijn 99,99 euro. En nu is dat 89,99 euro. Dus je krijgt ook direct korting op je FIFA punten. Punt 3. Koop het spel samen online. Maar je denkt dan van, waar zit dan die echte korting in? Nou, je kan namelijk een account delen. Je kan namelijk samen met jouw beste maatje, vriendin, opa, zus, broer, wie dan ook, met wie jij samen veel games, een game samen kopen.
En dat weten heel weinig mensen. Ik doe dat al jaren. Ik koop bijna al mijn games samen met een goede vriend van mij. Freek van der Pas, ik noem zijn naam even, dat vindt hij heel leuk. Nee, maar ik doe al jaren met Freek samen. Ik koop bijvoorbeeld een bepaalde game, wat we niet misschien willen kopen, allebei los. Dus dan koop ik het digitaal, kost 70 euro. Hij maakt naar mij 35 euro over en we kunnen het samen spelen. Hoe dat precies werkt, is misschien een beetje ingewikkeld, maar ik kan het je proberen uit te leggen. Eén van de twee heeft altijd het primaire account bij de ander op staan. Stel, je hebt Freek en ik. Freek heeft... Ik koop altijd de games. Ik koop ze dus altijd via mijn account. Maar ik heb Freek's account als primaire account staan op mijn PlayStation. Freek heeft andersom, die heeft mijn account als primaire op zijn PlayStation. Maar door, omdat ik het spel heb gekocht en mijn account staat als primaire op zijne, kan hij het spel ook gratis spelen. Dat geldt dus ook voor Gold, dus het internet. Omdat ik Gold heb, hoef Freek het niet te kopen als ik het zeg maar als primaire heb. Dus je kan eigenlijk alle kosten die hij maakt, of het nou Gold memberships zijn, FIFA 20, Call of Duty, welke game of wat je ook gaat doen, je kan alles splitten qua kosten, omdat de ander net zoveel ervan kan profiteren als degene die het heeft gekocht. Hoe je dat dan dus doet, je gaat naar je instellingen, je gaat naar account, je gaat naar activeren als primaire PS4. Maar ik heb hem dus niet hier op mijn PlayStation geactiveerd als primaire PS4, want hij staat dus bij Freek als primaire PS4. Ik heb Freek's account als primaire op mijne, hij heeft mijne als primaire op die van hem. Waardoor we dus kunnen profiteren van mijn games ook op zijn PlayStation. Voor de uitgebreide tutorial, ja, moet je heel even dat gaan opzoeken op YouTube. Ik ga het wel even in de link in de omschrijving nog erbij voegen van iemand die het heel duidelijk laat zien hoe je dus samen een game kan kopen. Als we dus even een rekensommetje maken, dat betekent dat dus het volgende. Stel je wilt dus vanaf volgende week donderdag FIFA spelen, maar je wilt ook profiteren van dat je gewoon vanaf de 24e ook al FIFA kan spelen, ondanks die 10 uur. Dan koop jij dus de Champions Edition van 90 euro. Ook dus 4 euro EA Access, dus je bent in totaal 94 euro kwijt. Maar doordat je met EA Access 10% korting krijgt op die Champions Edition, is die niet 90, maar 81. Dus je bent in totaal 85 euro kwijt. 81 euro voor het spel, 4 euro voor EA Access. 85 euro kun je dus splitten door 2, omdat je met z'n tweeën het gaat doen. Als je dus een maatje hebt met wie je al jaren gamet, noem het maar op, kan je het dus splitten. Ben je ieder 42,50 kwijt en kan je allebei profiteren van FIFA 20 en van de korting. Omdat één iemand het dus al heeft aangeschaft met korting. Stel jij zegt van nou, ik koop wel EA Access, want ik wil profiteren van die korting. En ik wil gewoon vanaf de 27e uit mijn hoofd dan FIFA spelen. Ik hoef niet per se zo'n Champions Edition of de Ultimate Edition. Koop je dus ook EA Access eerst voor 4 euro voor 1 maand. Zeg het dus wel op na die maand. Daarna ga jij voor 70 euro, zou je normaal dat spel kopen. Maar hij is dus 63 in de PlayStation Store, omdat je dus EA Access hebt. Je hebt dus in totaal 67 euro uitgegeven. 63 euro voor FIFA 20, de normale editie. En 4 euro voor EA Access maakt 67 euro. Het bedrag split je weer door 2, waardoor je dus 33,50 euro kwijt bent. Ik weet trouwens niet hoe het werkt met EA Access, of je dan beide ook echt kan spelen. Omdat één iemand het heeft aangeschaft, twijfel ik of je dan beide wel het vroegtijdig kan spelen. In het geval zou je dus ervoor moeten kiezen om allebei 4 euro voor EA Access uit te geven. Dan kan je het misschien allebei die donderdag al spelen. Maar heb je wel het spel gewoon lekker goedkoop. Dus dat scheelt. Dan ben je dus in totaal 35,50 euro kwijt. Omdat je dus allebei EA Access koopt. Ik ga het in ieder geval dus ook doen. Ik geef gewoon 4 euro uit voor EA Access. Daar profiteer ik van en korting op het spel en op de points straks die ik ga gebruiken. Ik stuur gewoon een tikje naar Freek en we hebben in ieder geval het spel samen. Ja, dus voor de helft van de prijs. En ja, als jij dus vanaf volgende week donderdag van FIFA wilt spelen, betaal je dus 33,50. Heb je allebei het spel digitaal. Dan gaan we door naar punt 4. Straks via een partner met wie ik ga werken, StartSelect, kan jij straks FIFA punten met korting kopen. Niet alleen FIFA punten, ook PSN codes, noem het op. Je hoeft alleen de code PASKEY te gebruiken en de link staat daarvan ook in de omschrijving. Jij kan dus FIFA punten met korting kopen en dus ook PSN codes. Op het moment dat jij dus een PSN code koopt, bijvoorbeeld van 50 euro, krijg jij een lichte korting op, waardoor die bijvoorbeeld 48 of 49 wordt. Kan je ook dus nog met EA Access extra korting krijgen, 10%. Waardoor je dus, vind ik, best wel lekker profiteert van het bedrag. Of dat het een stukje goedkoper is. Het is natuurlijk niet een grote vette klapper. Maar ja, je profiteert wel van een lichte korting. Wat denk ik best wel chill is. Punt 5. De laatste EA Access is dus 8 of 10 uur. Dus naar het EA Help account kijk, zie ik dus wel dat het gewoon 10 uur is, geven ze aan. Vaak is er nog een glitch. Tenminste, dat was vorig jaar wel. Waardoor je dan ook nog die 10 uur kan verlengen. Zorg gewoon in ieder geval dat je niet
uitgebreid bepaalde dingen gaan doen. Ik zou het bijvoorbeeld aanraden om te gebruiken om packs te openen of wat dan ook, een kleine draft te doen of iets. Maar ik zou het spel niet open laten op het moment dat je niet speelt. Speel jij niet, dan zet het spel gewoon af. Sluit het af, de applicatie, want elke minuut dat jij het spel open hebt, ja, gaat het van je tijd af. Op het moment dat jij het spel opstart, gaat de tijd lopen. Op het moment dat jij het spel afsluit, stopt de tijd. Het is dus niet zo, ik start hem vanaf dan 10 uur. Nee, het is echt de tijd dat je op het spel zit. Oké, dit was echt een flinke uitleg. Maar ik hoop echt dat jullie dit gaan doen. Ik zou het wel doen, want het werkt voor mij echt al jaren. En ik koop al jaren dus games samen op de PlayStation 4. Je moet gewoon met één iemand, een maatje, dus wel heel goed bevriend zijn om dat te kunnen doen. En je kan dus alles splitten. Dus jij kan eigenlijk, kortom gezegd, voor €33,50 straks FIFA 20 spelen. In plaats van, ja, wat is het, 60 euro in de winkel? Ik hoop dat jullie dit nuttig vonden, dames en heren. Like deze video als je het heel erg nuttig vond. Abonneer op mijn kanaal. En vanaf donderdag gaan wij heel veel packs openen. Donderdag gaan we gelijk live. Ik heb dus al voor ongeveer 800, €700 aan FIFA points gekocht. Dus we gaan elke dag straks lekker live. Ik heb in ieder geval heel erg veel zin in. Gebruik mijn tips goed. En dan zie ik jullie de volgende keer weer, jongens. Ciao, ciao.